Dragon Age Inquisition. En Ron, ik zal meteen, ik zal eerlijk tegen je zijn. Het is niet mijn ding. Ik zal heel eerlijk tegen jou zijn. Ik heb net een presentatie gehad. Ja. En het allereerste dat ik tegen de gast zei die de presentatie gaf was... Oké, ja, ik heb me hier nooit in verdiept. Ik heb nooit een Dragon Age gespeeld. Ik heb hem zelfs in het verleden ooit in de war gehaald, door de war gehaald met The Witcher, wat heel erg was volgens sommige mensen. Dat is ook wel heel erg, ja. Ja, nou, dat verschil weet ik zelfs nog. Ja, nou, dat verschil weet ik inmiddels ook, want ik heb hem dus gezien en het is echt heel tof. Oké. Het is misschien wel een van mijn grootste verrassingen van de beurs, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik er zo weinig van af wist. Ja. Alleen ten eerste, het is fucking mooi. Of in ieder geval, de sfeer, die druipt echt van die game af. We liepen door zo'n soft moeras en nou, er hing nevel en overal kwamen vijanden die popten uit de grond omhoog. En het waren ondoden en er waren archers en er waren geheime doorgangen en grotten. En ja, gewoon nog veel meer van dat soort ongeheiden. Het was een soort van, ja, een zone, ze noemen het een exploration zone. Okay. Waarin je dus gewoon ja, naar je eigen gangetje en je eigen villetje gewoon een beetje dingen kan ontdekken. Ja, ik was op een gegeven moment resources aan het minen. Ik was planten aan het plukken. Het was alsof ik echt al twee, drie uur aan het spelen was. Ja. Serieus planten aan het plukken? Ja, voor potions. Ja, natuurlijk. Voor potions. Ja. Dat is belangrijk, want je hebt potions nodig om te overleven. En je kunt zeg maar steeds wisselen tussen je vier characters. Ja. Uiteindelijk heb je 9 mensen die je mee je neemt, zeg maar je neemt er altijd maar 4 mee in je party. En het werkt gewoon echt als een trein. En die eerste Dragon Age, na verluid, die was wel tof, had potentie. De tweede viel tegen, dus deze derde, de Inquisition, die moet eigenlijk echt gaan knallen. Wil EA nog een beetje vertrouwen op willen bouwen in die licentie? En ik denk echt dat ze het gaan doen. Het was gewoon echt, als het mij al aan kan trekken, en ik ben geen RPG-gamer puur sang, dan doet het op zijn minst iets nieuws en iets goeds. Oké, nou, je hoort het. Ron is positief verrast. En als dat zo is... Dan wordt het tijd voor een gek dansje. Ja, laten we dansen.